Goed, we gaan het hebben over comma-gescheiden bestanden, oftewel comma-separated values. Comma-separated values, comma-gescheiden bestanden, die veel worden gebruikt als uitwisselingsbestand voor spreadsheets of database-programma's. We naderen het eind van het jaar en u moet waarschijnlijk uw belastingaangifte gaan doen. En de bank biedt vaak uw handelingen op de bank aan als CSV-bestand, comma separated value, maar ook doet bijvoorbeeld OV-chip, die doet dat ook. Die biedt ook aan om uw reisgeschiedenis als CSV-bestand te downloaden. Een CSV-bestand is een plat tekst. Waarbij maar een paar dingen worden gebruikt. Natuurlijk de comma's, comma separated values. En dat kan ook in Nederland, is dat wel handig, in plaats van een comma een punt, comma zijn. Dubbele aanhalingstekens, maar dat kunnen ook weer andere dingen zijn, zoals tabs of nog andere tekens. Ik heb hier een CSV-bestand aangemaakt en ik heb alleen maar comma's en dubbele aanhalingstekens gebruikt. En dit doe ik om aan te geven dat hij dit als één geheel moet zien, want dit is een bedrag waarin een comma zit. En anders zou hij denken dat op die comma in dat bedrag een nieuw veld begint. Dan krijg je dus twee velden, één min 33 en de ander met 56 erin. Wanneer je zo'n CSV-bestand inleest in een spreadsheet, bijvoorbeeld LibreOffice Calc, en het dan weer terugschrijft, dan kan het er wel eens zo uit gaan zien, met om alle normale velden heen dubbele aanhalingstekens. Let op, de datum blijft buiten beschouwing en die wordt straks herkend als speciale waarde. CSV-bestanden worden ook gebruikt om als uitwisselingsformaat voor bijvoorbeeld de contactenlijst, oftewel het adresboek van verschillende mailprogramma's. En om dat te laten zien heb ik hier een CSV-bestand voorbereid waarin op de eerste rij de veldnamen staan. Die heb ik een beetje andere namen gegeven dan je zou verwachten, maar ik wil dat ze goed herkenbaar zijn straks. En de normale telefoonnummer heet dan landlijn. Vooral dit is interessant, schermnaam. Daar gebeurt in Mozilla Thunderbird, want daar wil ik het graag gaan importeren. Gebeurt wat mee. En iedere waarde wordt gescheiden door een comma. En wanneer we dat nu gaan importeren. Oh, dit is het eindresultaat al. Maar wanneer we dit gaan importeren, dan moet ik eventjes wat terugbladeren. Ik moet de laatste hebben. Even kijken. Ja, de laatste. Dan ziet het er zo uit. Als ik dat ga importeren, dan zet hij oké. Welke karakterset is het nou? Tegenwoordig is het bijna altijd UTF-8. Wat is je taal? Maar hier wordt het interessant, want hier kun je kiezen vanaf welke rij die dat moet gaan interpreteren als een tabel. En het kan zijn dat je daarboven nog een verhaal hebt staan, de eerste 5 rijen, en dan moet hij het importeren vanaf rij 6 of rij 99. In dit geval is het een gewoon klassiek comma gescheiden bestand. We zien hier ook de semicolon staan, oftewel de punt comma. Die wordt in het Nederlands vaker gebruikt, hè, vanwege dat probleem met bedragen waar comma's in zitten en de punt voor duizendtallen. Maar je ziet ook dat je een spatie kunt gebruiken of een tab als veldscheiding en zelfs iets dat vrij kiesbaar is. Wanneer het om tekst gaat, dan staat hier hoe je dat af kunt bakenen met dubbele aanhalingstekens of een enkele of iets anders. En hier staat dan dat het geïmporteerd, hoe dat eruit ziet als het geïmporteerd wordt. Nou, dat klopt allemaal wel, behalve dat ik de kolomtypes heb veranderd.
Want hier verwacht ik op de eerste kolom verwacht ik alleen maar tekst. En dan heb ik hier op geklikt en dan gezegd ik wil dat dit tekst is. Dit heb ik standaard gelaten en bij de datum heb ik hier gekozen voor de weergave van dag, maand, jaar. Zo ziet dat er dan uit. En wanneer hij dat gaat importeren, dan, en het weer terugschrijft, exporttekst, maar dat is nu even niet in de orde, dan ziet het er dus straks ziet het er, zo uit. Nou, zo, nog niet helemaal, maar zo zou dat eruit kunnen zien. En zo kan het er wel uitzien. Maar we gaan eerst nog even een paar stapjes terug. Want het moet geïmporteerd worden in het adresboek. En dat krijgen we te maken met het volgende. Hier zie je een lijstje van veldnamen die Mozilla Thunderbird kent. Waarmee die overweg kan. En we hebben een lijst met veldnamen zoals we die graag willen aanleveren. Dus kijken, zo is dat beter. Nou ja, first name, hè, dat ik noem. Hè, de voornaam had ik genoemd voorkant. Achterend wordt display name. Ja, een beetje wonderlijke namen. Dan hebben we nog screen name. Maar waar je voor moet zorgen is dat wat jij hebt overeenkomt met wat Mozilla Thunderbird aan veldnamen heeft. En dat kan nog wel eens een beetje geharrewar opleveren. Dat doe je door zo'n veldnaam aan te klikken en met de knoppen Move Up en Move Down te verplaatsen in de richting waarin je het wilt hebben. Dan kunnen er dingen gaan verspringen en soms gaat het anders dan je verwacht. Dus hou je hoofd erbij, blijf kijken naar wat je doet en ga door. Het is me nog nooit niet gelukt om het voor elkaar te krijgen. Soms wat makkelijker, soms wat moeilijker, maar het lukt je uiteindelijk vast wel. Nou, en als je dat allemaal gedaan hebt, dan ben je toe aan de volgende stap. En dan klik je hier bij Next. En dan krijg je je geïmporteerde adresboek te zien. Zo. Zo dus. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Succes ermee.